Hoi allen, ik ben Tim en in deze eerste De Mol video bespreek ik de eerste interessante dingen wat uitgebracht is door de Vlaamse buren. We bespreken onder andere verwachtingen van het land en het seizoen, de eerste hints uit de teasers, hoe kan je De Mol dit seizoen kijken in Nederland en wat gebeurt er met de finale van dit seizoen. Om deze video te beginnen bespreken we de eerste verwachtingen van het seizoen. We kregen een eerste teaser op 5 december 2022. En daarin werd natuurlijk bekendgemaakt dat De Mol is afgerezen naar de Amerikaanse staat Arizona. Ik heb natuurlijk al een beetje onderzoek gedaan naar Arizona en het valt op dat Arizona eerst bevolkt werd door indianenvolken als de Hopi en de Navajo. In 1540 trokken de eerste Spaanse ontdekkingsreizigers hier rond en aan het eind van de 17e eeuw werd er een reeks missieposten opgericht met als doel de inheemse bevolking te bekeren tot het christendom. Arizona betekent daarnaast ook wel een plaats met kleine bronnen. Arizona is daarnaast best ook wel een woestijnig landschap, zoals natuurlijk ook al te zien was in de tweede teaser die wij afgelopen week gezien te krijgen. Zoiets, je snapt hem. Verder is uit de teaser te leiden dat De Mol weer een vette twist heeft dit seizoen. Ze gaan namelijk iets doen wat nog nooit gebeurd is, tenminste dat zegt Gilles in de teaser. Er gaan ook heel veel speculaties rond over het internet. Zo wordt er natuurlijk gezegd dat er bekende Vlaanderen aan mee zouden gaan doen. Of 50-50, dus 5 bekende en 5 onbekende Vlamingen. En verder wordt er gespeculeerd over een eventuele hulpmol of iets in die richting. En dat klinkt natuurlijk ook best allemaal best wel bij elkaar, klinkt dat best spannend. En ik ben heel erg benieuwd en ik heb heel veel zin in dit seizoen. Ook zijn er in de teaser al best wel dingen te zien. Veel glitch effecten, een deur die dicht lijkt te gaan in een woestijn, stappen die met laarzen worden gezet en Gilles die een soort van verdwijnt achter de glitch effecten. Er zijn hiernaast ook al enkele hints gevonden door vooral @demolbelgie2023 op Instagram. Dat is Arjan, voorheen bekend als Mollejagers. Hij ziet namelijk in het glitch shot van Gilles een ander soort persoon zitten met wat krullend haar. Tenminste, dat lijkt zo. En dan erbij bedenken dat Gilles zei, zie je het zitten. Als je dat letterlijk neemt, kan je dus in de teaser dingen gaan moeten spotten. Zoals bijvoorbeeld dat haar wat dan in de glitch zat. Daarnaast kan je ook nog iets met voetstappen zien. Volgens mij verandert de richting van de voetstappen een beetje wanneer de deur dicht slaat in de woestijn. Ik vind het een hele interessante teaser in ieder geval. Dan nog even de vraag, hoe kan je dit aankomende seizoen dat start op 19 maart bekijken? Dat kan natuurlijk zoals elk jaar via goplay.be. Maak hier een account aan en zet je postcode op een Vlaamse postcode. Dan ben je gegarandeerd dat je op GoPlay De Mol kan kijken iedere zondagavond om 19:55. Verder kan je op maandag en dan om 8 uur in de avond De Mol ook kijken via NPO Start. Dit kan een week lang gratis, dus dan kijk je een week lang gratis op NPO Start. En als je die na die week nog wil kijken, dan heb je nog het hele jaar de kans om het seizoen te zien op NPO Plus. En dat kost natuurlijk wel geld. Dan tot slot om deze korte video even af te sluiten. De Mol sluit dit seizoen af met een live afsluiting op 7 mei, op zondag 7 mei. Je kan dan in de Kinepolis in Antwerpen live de finale bekijken met allemaal De Mol fans. En volgens mij komen de kandidaten De Mol, Gilles de Koster en Dennis van Café De Mol ook even langs. En ik zal daar waarschijnlijk zelf ook heen gaan met mijn molmaatje Arjan. Nou, ik hoop dat het duidelijk is wat ik heb gezegd in deze eerste De Mol video. Heb je zelf al speculaties? Laat het vooral weten in de comments hier beneden. En voor nu bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer Wie is de Mol en De Mol. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters!